Nee, toch niet? Wat moet ik nou? Wat wil ik nou? Moet ik nog drinken of niet? Nee, loop maar weer weg. En dan ligt de prins heerlijk bij me. Hé, meisje. Goedemiddag en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en dat wel op zondag 18 oktober en om 13:40. Ik mag wel opschieten, want er komt een schip met zure appelen aan om Rijka even uit te laten. Eeuwen die heeft vannacht bij me op bed geslapen. Ze legt nou zomaar in de vensterbank, de beide bank. Die zien haar wel. Je zou denken, oh, ze markeert niks. Nee. Ze markeert genoeg, ja. Ook heb ik het vannacht nog op Google nagekeken van, kunnen ze hier aan doodgaan? Nou, inderdaad. Ze heeft geen lang leven dan meer. Nee. En daarom, ze eet, nou, dat bakje kippenkalkoen, dat vlees waren wel kalkoen. Ja hoor, kipfilet. Wat ik er gisteren had gegeven. Het ze nog. Ze is weer even bij geweest, maar je ziet niet of ze er wat van gegeten heeft. Nee, het is wat likken. Meer doet ze er niet van. Moet je die lucht zien, hoe donker het dat wordt. Ja, en aan die kant ook. Wordt het ook al donkertjes, ondanks dat de zon schijnt. En daar de beide dames toch nog even van genieten. Hé, meisje. Hi, kid. Zit ook problemen met ademhalen. Kun je die snorhaartjes al zien die er bewegen? Het trekt weer een beetje samen helemaal, de lucht is, dat is niet leuk. Hé, kerel, was jij ook hier aanwezig? Wow, kereltje toch. Ja, dat doet me toch wel verdriet, hè? Logischerwijs. Maar oké, lieve vrienden, ik ga toch mijn jas aan doen, ik ga toch met Rijka lopen. Ja, want dat beestje moet het toch het nodige doen. En zo'n grote piek was het niet. Ik zal het jullie laten zien. En dan ging het kapje zo toch op. Ja, kijk. We zijn de dubbelkapje zo gewoon op. Ja. En als mijn legging nat wordt. Nou ja, ik heb er meer. Dus doe dat weer even nieuw. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet lekker van jullie dag. Ik krijg dus visite, dan mag er gevlogd worden. Ja, dus dat gaan we ook wel doen, even goed. Want dat is Marianne, die hier vlakbij woont, mijn nieuwe vriendin. Dus helemaal geweldig, helemaal leuk. Die komt ook twee van deze apparaten ophalen. Ja. Dus... Nou, dan moet ik nog weer twee van die apparaten bestellen voor Mary, die wil ook hebben. Nou ja, dat kan allemaal. Ja, kan allemaal. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach, probeer ik ook te doen, ondanks mijn verdriet om Eeuwen, dat ik niet... Nee, doe dat niet. Eeuwen is ziek. Moet je niet achter de raam gaan. Is niet lief. Ze wakkelt al wat op de pootjes. Ze gaat water drinken. Nee, toch niet? Wat moet ik nou? Wat wil ik nou? Moet ik nog drinken of niet? Nee, loop maar weer weg. Ze doet nog wel van alles, maar kijk, dat bedoel ik.
Ze begint om te vallen, net zoals wat Frodo ook deed vorig jaar. Maar die had verlamingsverschijnselen. Maar haar spieren houden ermee op met werken. Ja, dus ja, dat wil allemaal niet meer. Dus morgen, ja, moeilijk, maar het moet. Ik vind dit zo erg. Ik vind dit vreselijk. Ik kan dat niet aanzien, nee. Dus ja. En het is niet, we proberen dit of we proberen dat. Nee, dit is geen diertje waar je op uit kunt oefenen. Nee, dat wil ik absoluut niet hebben. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik hou jullie op de hoogte van de rijlen en het zeilen van de... En zo gaat het niet meer. Nee. Ik hoop dat ze er nog mag zijn als ik met Rijka terugkom. Ik heb ze bij me op schoot. Ja, toch? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, helaas gaat de visite niet door, dus Marianne die komt niet, want ze krijgt zelf visite. Ja, daar kan je niks aan doen, hè. Nee, ze is pas haar huisje, dus iedereen wil haar nieuwe huisje even bekijken. Nou ja, huisje, groot ding, ja. Daar past de mijne wel 2 keer in. Zo groot. Dus ja, andere vrienden, familie, kennissen, weet ik veel wat, die willen dat zien, dus ja. Dus nou komt heel misschien vanavond en anders morgen, nou ja, we zien wel hoe de dag rijlt en zeilen gaat. Ik ben in ieder geval bezig om dus een vlog in elkaar te zetten en dan kan die naar YouTube en dan hoop ik dat ik nog een tweede kan doen. Dus ja, we gaan gewoon door met die banaan en ik durf nou toch ook niet weg, waar dan ook naartoe, ook al is het prachtig mooi weer, ik wil bij mijn beestje blijven. En ik hoop op jullie begrip dat ik dat ook doe. Mooi bij Eeuwin blijven en zorgen dat het aan niets ontbreekt. Ze ligt zo lekker op mijn schoot, dus laat ik lekker liggen. Nou, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. We hebben de regen gehad, als mijn klein buitje. Ik ben hier niet nat geworden. Die perspatten die ik voelde, nou ja, dat was het enigste. En het is nou weer prachtig weer mooi weer, want de blauwe lucht zie ik. Hier en daar een wolk en in de verte wel donkere wolken. Nou ja, dat kan de pret niet drukken, nee, zolang ik me niet dicht trekt. Ja toch? Ja, nou ik zou zeggen lieve vrienden, genieten en tot later. Doei! Ja lieve vrienden, ik zit nog steeds in mijn upje met Eeuwin op mijn schoot, maar ik ben wel met de tweede vlog bezig, dus dat gaat toch ook goed, dacht ik. Ja, om die te renderen, etc. En Eeuwin die legt lekker op mijn schoot, onder een stukje van de deken op mijn schoot en de andere flap er weer overheen. En dan ligt de prins heerlijk bij me. Hé meisje. De oortjes zijn ook koud. Hé meisje. Ze reageert ook niet meer op de naam. Als ik er roep, reageert ze niet. De oortjes gaan niet heen en weer. Ze reageert wel af en toe op andere dingen of op geluiden dat het irritant is voor haar of zo. Weet ik niet. Ik heb Kandalf even net binnen gehad. Die is nou weer naar buiten. Die wou binnen en nou wou die later weer naar buiten. Maar ze vond het niet fijn dat hij ook even op schoot wou komen. Dat, toen zei ze toch even wat, liet ze toch even wat horen van haar. Van ik wil dit niet. Maar hij bleef ook weg toen. Hé? Meisje. Hé? Maar oké, ja, als ze vandaag of vannacht al niet gaat, ga ik morgen met haar naar de dierenarts in. Het moet gebeuren zoals ik dat wil. Ik wil dat meisje uit de lijden hebben. Ja toch? Zouden jullie dat toch ook doen? Ja toch?
Want ik weet niet of ze pijn hebben. Dat weten jullie ook niet. Kan ik jullie ook niet vragen. En de dierenarts even een minder. Ja, het zal pijn doen, denk ik, aan je schildklier hebben. Ja, en als je internet na gaat kijken, dat is dodelijk voor een beestje. Ja, misschien voor ons ook, dat weet ik niet eens. Maar uiteindelijk gaan we toch allemaal. En zij is ook al 15 jaar geweest. Kijk op internet hoe ze is. 15 augustus, 15 jaar geworden. Nou, dat is augustus. 15 september, 15 oktober hebben we net gehad, want het is de 18e. Dus ze is 15 jaar en 2 maanden. Maar ga je dat omzetten naar kattenlevens, dan is ze al over de 70. Dan gaat ze al naar de 79 toe. Dus het is toch een mooie leeftijd voor mijn poesenbeestje. Wie weet ga ik ook om die leeftijd, op die leeftijd, wat weet ik ervan. Ja. Zo'n meisje. Wat gaan we doen? Wat wil je gaan doen, meisje? Mogen ze je niet zien? Mogen ze jou niet zien, kind? Hé? Zo, dekentje weer over je heen, hè? Want je wordt koud, meis. Hé? Ja. Oh, god. Ze heeft heel veel problemen met ademhalen en slikken. En daar gaat mijn mobiel. Dat is Rebecca, dus daar ga ik snel naartoe. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder en tot straks maar weer.